Deze Brandjes, je bent directie van Slotervaart ziekenhuis onder andere. En jij was er al eigenlijk voordat het commercieel was. Waarom is dat Slotervaart ziekenhuis wat nu zo goed gaat? Hoe kwam dat nou eigenlijk, dat op een gegeven moment dat daar zoveel problemen kwamen? Ja, het ziekenhuis bestaat als gemeenteziekenhuis al meer dan 35 jaar. Het is als een communistisch ziekenhuis opgezet. Iedereen in loondienst, dus het enige ziekenhuis in Nederland waar 100 specialisten in loondienst zitten. Sinds 1997 is het geprivatiseerd. En toen begon het sodemieter. Er moest een ziekenhuis in Amsterdam plat, zeg maar. En men dacht, nou, het Slotervaartziekenhuis is een makkelijke prooi. Iedereen is een loondienst, dus die gooien we wel plat. Toen hebben wij gezegd, want het is onmogelijk. En dat was eigenlijk gewoon een onderrondje van alle andere ziekenhuizen en de mensen die in het bestuur zaten. Ja, plus ziektekostenverzekeraars en waarschijnlijk VWS en weet ik niet. Allemaal geleerde mensen met krijtpakken die dachten, dat moest maar weg, dat ziekenhuis. Toen hebben wij gezegd, als het nou zo is in Nederland, dat een ziekenhuis... Wat gebeurde er toen? Toen ging het niet zomaar weg, maar dat ging niet zomaar weg. Dus wat gebeurde er toen? Nou ja, we hebben toen wisselende directies gehad. En die hebben alle pogingen ondernomen om het ziekenhuis naar de bliksem te helpen. En wij hebben gezegd als specialisten, het kan niet waar zijn. Want wij zitten hier goed werk te verrichten. Dus enorm veel wetenschappelijk werk wordt er gedaan in het Slotervaartziekenhuis. Er zijn 13 MSSC goedgekeurde opleidingen tot specialist. Dus het kan niet waar zijn dat als dit niet werkt in loondienst, dan moet heel Nederland op de schop. Ja, want jullie salarissen als specialist zijn ook nog niet direct echt gigantisch, hè? Klopt. Ik denk dat wij minder verdienen dan bijvoorbeeld de huisartsen. Want ik begrijp dat dit voor de huisartsen geïnterviewd wordt. Maar ik denk dat wij minder verdienen dan de huisartsen. Geeft allemaal niks. Wij zitten daar voor de patiënt. Maar alle directies die dus gewoon probeerden, die iets probeerden, dat lukte niet. En toen gingen de kosten, die gingen de pan uit. Nou, de kosten gingen de pan uit. Dat kwam omdat zich directieleden zich mee gingen bemoeien met interim management. Er is een bak, maar dan ook een bak aan interim management ingestoken. Waarbij iedereen aan het graaien is geraakt op een ongelofelijke manier. En toen bleek dus dat wij, ja, dat kan niemand meer houden, het vier cement ingingen. Door slecht bestuur, wanbestuur en graaicultuur. Ja, die interim managers die waren duur. Ja, ontzettend duur. En waren niet met het ziekenhuis bezig, maar waren met zichzelf bezig. Niet met patiënten, niet met het ziekenhuis. En toen hebben wij wij is dan zeg maar vanuit het stafbestuur op zoek gegaan naar een oplossing. Die hebben we gevonden met Schram en Erbudak. Jan Schram, een man uit zeg maar Beverwijk. Die in Meromi Holding samen met IJssel Erbudak. En we vonden elkaar binnen 15 seconden. En Jan en IJssel hadden gezegd, als jullie denken dat kan, dan vinden wij dat prima. En dan ga je zelf maar op de box zitten met Jos Bijnen. En zoek het maar uit en laat maar zien. En binnen een jaar hadden wij de zaak vlot getrokken. En dat is... En wat is er nou anders nu dan zeg maar in die periode dat er zoveel verliezen kwamen? Wat hebben jullie gedaan om dat te veranderen? Nou, we bemoeien ons nu met patiëntenzorg. We doen de dingen waar we goed in zijn. En al de tussenlagen, zoals het management... Ik weet niet hoeveel tussenstations zijn er allemaal uitgehaald. We zijn zo plat als een dubbeltje. Dus we hebben weer hoofdzusters. We zijn allemaal zelf aan de gang gegaan. Dus de raad van bestuur bestaan daar 3 mensen. Die zijn gewoon aan het werk. Dus die doen gewoon hun job. En meewerkend voor lieden noemen wij dat in het Slotervaartziekenhuis. Dus lage management eruit en directie meewerkende voormannen. Dus, En hoe, dat is eigenlijk wel grappig. Je zegt het is een beetje een communistisch ziekenhuis. En nu is het eerste commerciële ziekenhuis van Nederland. Ja, dat is geweldig leuk. We zijn dus inderdaad gestart als communistisch ziekenhuis. En we zijn nu commercieel. Dat wordt ons toegedicht dat wij commercieel zijn. En commercieel vertalen wij door kwalitatief. Wij doen aan de patiënten dingen die gevraagd worden. En als je, nou, de meeste ziekenhuizen in Nederland, die zijn wat mij betreft commercieel, want immers elk ziekenhuis heeft allerlei maatschappen in dienst. Dat zijn winkeltjes. Dus al die ziekenhuizen in Nederland, nou, behalve de universitaire ziekenhuizen, bestaan uit conglomeraten van winkeltjes. En dat zijn maatschappen. En wij hebben geen winkeltjes, want het hele spul is bij ons een loondienst. En er is dus ook dat hele gedoe wat eigenlijk hier ook vanavond werd gepraat. Dat productie de consumptie enorm stimuleert als je maar genoeg capaciteit hebt en dat je mensen daar geld mee verdienen, dat hebben jullie niet. Nee, want het is echt flauwekul. En dat geeft ook geen bestaansrecht. Het enige wat telt is kwaliteit. En kosteneffectief werken. En daar bedoel ik mee. Een patiënt heeft een klacht en lost dat nou op. En dat kan een huisarts doen, dat kan een specialist doen. Dat kan welke andere dokter dan ook maar doen. Maar doe dat kosteneffectief. En ga niet
onnodige dingen doen. En dat is waar wij voor staan. En je denkt eigenlijk dat die maatschappencultuur die leidt tot gewoon extra testen, extra behandelingen? Ja, dat weet ik wel zeker. Kijk, het is ook niet anders. Een maatschap is natuurlijk een winkeltje. Die moet ook draaien. Hè. Dan moet er ook uit de schoorsteen komen. Dus er zal per DBC, per verrichting, wordt er natuurlijk geld verdiend. En dat is bij ons de issue niet. Wij willen patiënten zo snel mogelijk effectief beter maken. En dat moet dus per definitie goedkoper zijn. Is het nu, maar waarom zijn al die specialisten dan zo geïnteresseerd om daar te werken? Want ik heb het goed begrepen, je verdient minder dan een huisarts bij Slotervaart. Heb je dan geen problemen om aan medisch specialisten te komen? Nee, dat blijkt. Wij zijn goed voorzien in specialisten. En een specialist is een hoogopgeleid mens. En een hoogopgeleid mens haalt zijn arbeidsvreugde uit de dingen die hij doet. Na 3 dagen ben je vergeten wat je op je loonstrookje hebt. Maar je wil wel elke dag de dingen doen die je wil doen en waar je voor opgeleid bent. En dat kan bij ons. Wat waren nou vanavond in het debat de dingen die je gehoord had? Om even zeggen, nou, dat zijn stukjes van de oplossing. Heb je daar iets gehoord? Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik vind het een vreselijk leuk initiatief. Dat is ook de reden dat ik hier ook ben. Ik denk dat er een klein, maar dan ook een heel klein begin is gemaakt om dit probleem op te lossen. Ik denk dat wij veel meer, en wij is specialisten, eerste en tweede lijn heet het dan nu. Dat is een oud begrip uit de tijd van Thorbecke. Daar moeten we vanaf. Ik zou zo graag willen dat de eerste en de tweede lijn, dat die afgeschaft wordt. Dat het één geïntegreerd model is. Dat is al eerder gezegd vanavond. En de huisartsen ook gewoon geïntegreerd in het ziekenhuis? Natuurlijk. Want kijk, een ziekenhuis is in staat om 24 uur zorg te verlenen. Huisartsen kunnen dat niet, dat geeft ook niks, dat kan ook niet, want dat wordt nu dichtgeplakt met waarnemers. Niemand kent die waarnemers, die doen dat ook maar om de nacht door te komen. Ik zou zeggen, integreer het hele spul in een soort groot medisch bedrijf. Dan zijn de patiënten mee gediend, huisartsen zijn er mee gediend. Iedereen kan zijn idealen weer volgen en dan gaat het over de inhoud. En nu gaat het over logistieke rotzooi, geld en DBC-troep, administratieve rompslomp. Laten we ermee stoppen. Laten we alsjeblieft beginnen met patiënten beter te maken. En met elkaar het vertrouwen gunnen en de zaak oplossen. En dat kan, wat mij betreft, gemakkelijk, vele malen goekoper. En dan is het niet meer nodig om 10 echo's te maken van een patiënt met een galblaas. Want op al die 10 echo's zie je dezelfde stenen zitten. En daar moeten we mee stoppen. Zij de directeur van de Slotervaart. Dankjewel.